Hier in het achterhuis schreef Anne Frank haar beroemde dagboek. Maar wat gebeurde er eigenlijk voordat ze hier kwam? En wat gebeurde er nadat de onderduikers waren opgepakt? In Buiten is het oorlog vertel ik het hele verhaal van Anne en haar familie. Van haar geboorte in Duitsland tot haar vrededood in Duitsland. Een periode van spelen, van plezier, maar ook heel veel wanhoop, angst en dood. In Vergeet me niet vertel ik de 12 aangrijpende oorlogsverhalen van vrienden en vriendinnen van Anne Frank. Peter van Pels bijvoorbeeld, in wiens kamer we hier staan. Het was de enige jongen in het achterhuis en Anne werd hartstikke verliefd op hem. Ik vertel over Jultje Ketelapper, van wie een heel mooi fotoalbum bewaard is gebleven, met foto's die herinneren aan plezier, aan vriendschap. Maar Jultje en haar zus en ouders werden allemaal vermoord in Sobibor. Vergeet mij niet, schreef Jultje Ketelapper in het poesiealbum van Iets Willens. Maar hoe kon Iets haar vriendinnetjes Anne en Jultje en andere vriendinnen nou vergeten? Zelf was ze niet Joods, maar zag wel hoe in haar straat en in haar buurt het ene na het andere gezin werd opgepakt. Ook vertel ik het verhaal van Jacqueline van Maarsen, een van de beste vriendinnen van Anne Frank. Samen speelden ze bijvoorbeeld bioscoopje, om zo in de oorlog toch de moed er een beetje in te houden. En zo kun je in Vergeet me niet 12 verhalen lezen van vrienden en vriendinnen van Anne Frank. Verhalen over Sanne, Hanna, Kitty, over Hello en Peter en al die andere vrienden en vriendinnen, zodat we hen nooit zullen vergeten.